Dus kom weg. Nou, dit vind ik echt niet kunnen hoor. Waar is potverdorie mijn wol gebleven? Hey gasten, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag spelen we Minecraft PlayStation 4 editie. Dan gaan we offline verder. En dan gaan we Survival World. Dat doen we later. En dan kunnen jullie mijn Survival wereld zien. Ik heb er al best wel hard aan gewerkt, maar dan heb je ook wat. Nou, dit is mijn Survival wereld. Met mijn varkentje. Hè? Varken. Nou, je moet toch wel eens een keertje eten hebben. Nou ja. Dat was misschien niet helemaal nodig, maar ja. Ik haat varkens. Nou. Dan hebben we hier mijn tweede huisje, wat ik gemaakt heb. Het eerste huisje, dat stond daar ergens, maar dat is al weg. Want dat was echt heel klein. Echt heel klein. En ja, hier een chest waar ik in keek. Daar zit niks in. Daar heb ik al leeg geroofd. Hier beneden heb je nog alles. Mine. Dat is echt super vet. En hier nog een crafting table. Jullie weten wel hoe je wat moet craften. Maar ja. Dan heb je hier nog een chest. Hier zit nog heel veel domme dingen in. Die je helemaal niet nodig hebt. Dan heb je hier de uitkijktoren. Gewoon een toren waar je kunt uitkijken. Zeg maar, voor als de, dat deed ik vroeger. Want toen keek ik zo echt. Toen wou ik een hondje hebben, maar die heb ik nu al. Maar toen keek ik zo echt van, zie ik een skeleton? Zie ik een skeleton? Oh ja, daar is er een. Ging ik zo helemaal met de trap weer naar beneden. En dan sloeg ik die skeleton dood. En dat was ook gelukt. Maar ja, zo zie je maar. En ja, nu heb ik al twee hondjes. Die kan ik dadelijk wel eens laten zien. Als jullie dat leuk vinden. Ik hoor toch geen antwoord terug. Dus dat zullen jullie vast wel leuk vinden. Het valt ook even dicht doen. Want ik wil toch wel dit dingetje. Dat laat ik denk ik toch wel staan. Ja. Dan hebben we hier mijn hele kleine farm. Daar staat allemaal wheat. Hier, ja, wortel. Lekker. Dat is een keertje van een zombie gekregen. Dus hoe ik erin kom. Ja, van een zombie. Oh ja, wat ik ook nog eventjes moet laten zien. Hierachter hebben we een hele mooie biotope. Dat zit eigenlijk helemaal hier zo waar ik leef eromheen. Maar alleen moet ik nog gold vinden voor die rails een stukje verderop. Want ik kan zo niet heuvel op. Dat is zo zielig. Maar ja. Niet dramatisch doen, zullen we maar zeggen. Oh, kijk. Er is al wiet. Ja, gegroeid. En kijk. Er zijn hier heel veel wolfjes. Je wordt er helemaal gek van. Je zou hem eigenlijk willen slaan, maar dan valt heel de roedel aan. En dat wil je niet. Nou ja, hier heb je ook nog iets. Dat is het laatste wat ik gemaakt heb. Het is een soort van opslag en dergelijke. Dan heb je hier allemaal kisten, grondstoffen, zit niks in, hout zit wat, eten en dergelijke. Weet je wel, aarde, moest en rommel. Hier, kijk, daar bedoel ik dit mee. Ik weet niet of jullie dat weten, want dan kun je planten en dan kun je met cactus kun je gewoon kleurstof maken. En dan kun je misschien later nog gebruiken voor een riem of zo, voor de hond of voor wol. Daar hebben we ook genoeg, oh ja, genoeg van. Want dat van dingetjes gemaakt van, touw, van waar je van spinnen krijgt. Hier heb je steenkool, wat er nog in moet. Doen we er gewoon dit erin zo. Dan heb je hier een dinges, hoe heet het nou, een aanbeeld. Toch? Ja. En ja, zo heet het volgens mij, maar ja. Een aanbeeld, die heb ik dus ook gemaakt en ik ben best wel rijk met het iron. Op het eerste moment, toen was ik echt heel slecht bezig. Toen bleef ik elke nacht op. En dat duurde echt veel te lang. Nog na geen iron. Geen, ja, wel kool. Want ik had de bonus die staan. Niet zeggen. Dan hebben we hier de betoverende boeken. Die heb ik gewoon gevonden in een dungeon. Met een waterrad. 1. Ik weet ook niet waar het voor staat. Maar ja. We zullen eens kijken. Wolfie. Zal ik jou slaan? Nee, dat doe ik maar niet, want je weet wat er dan gebeurt. Dit is dan het
tweede, ja, die andere was het vierde gebouwtje en dit is het derde gebouwtje. Nou, dit is het kamertje van mij. Oftewel Jasper. Dan heb ik hier allemaal rommel in zitten, wat nu nog een beetje aan het sorteren ben. Deze kist zat helemaal vol. Ik neem gewoon een koekje mee, onderweg. En ja, hier mijn hondje. Volg me of zitten. Volg, zit, volg, zit. Nou, zitten blijven. Nou, hier hebben we ook nog een farm. Daar hebben we nog wat. Hier, meloen. Daar heb ik bonus chest zat daar volgens mij. Maar ik weet echt niet waar ik het allemaal vandaan haal. Maar ja, we zullen eens wat spulletjes dumpen. Want we hebben genoeg van alles. Zullen we zo maar zeggen. Doen dit zo. Koekje doen we maar even weg, want dat is nu niet nodig. Een pickaxe pakken we dan, want we gaan de mine in. Dan zullen we eens kijken, want jullie weten... Ik weet niet of jullie het weten, want ik zei het net al, een dungeon. Waar zullen we dan zitten? Hè? Zit hier. Inderdaad. Ja, soms heb je een beetje lek, maar dat maakt niet uit. We zitten hier in een echte mine. Dus ja. Oh. Dan hebben we hier. Hier heb ik. Ik heb ook wat slimes gedood eigenlijk. En ook heel veel spawners. Daar had ik echt verschrikkelijk die spawners van die spin. Wow. Ja, soms lekt die gewoon en dan kun je zo heel stiekem een beetje cheaten. Zo door de muren kijken. Maar ik zal je zeggen, ik denk dat ik het heel eventjes. Wow. Een heel klein beetje laat zien. Zo. Nou, het is inderdaad heel erg groot. Maar ik ga nu echt eventjes niet verder. Want anders ben ik er straks helemaal de weg kwijt. En daar heb ik echt geen zin in. Ja, je kunt de torch wel volgen. Maar ik was echt bijna de weg kwijt. Nou, nu ben ik ook al wel een beetje de weg kwijt. Hier, zie je lek. Maar toch. Want ik heb het net... Hier, kijk. Dus daar reageert een beetje langzaam, die lek. Maar ja, dat maakt niet uit. Als we maar plezier hebben. Soort van. Maar ik zal niet echt te ver in de mine gaan. Want dan ga je gewoon te diep. En dan... Ja, dat is niet slim. Maar ja, wat zullen we dan nu eens doen? Kunnen we misschien straks op zombiejacht of zo? Dat is misschien wel leuk. Maar ja, ik ben nu ook wel bij een heel hoog level. Level 27. Oeh, schaap. Schapie. Ik dacht van... Oh, ik schrok wel even van... De schaap daar rent echt keihard. Ik dacht van... Wat gebeurt er daar nou weer? Maar ja, dat schaap dat is dus doodgemaakt door een wolf. Hier. Dankjewel, wolf. Voor de wol. Waar we... Ja, ik heb echt... even kijken. Volgens mij ligt dat hier ergens in de opslag. Die wol allemaal. Grondstof, hout, eten, kreisteen, aarde, moest en rommel. Waar is? Oh, hier de wol. Huh? Heb ik maar zo weinig? Ik dacht dat ik veel meer had. Zal ik eens anders even in mijn andere kist kijken? Heb ik... Nee, niks in mijn inventory. Hè? Ik had er veel meer, dacht ik. Nou, het zal wel verdwenen zijn. Vreemd. Hier niet. Hè? Wat? Hè? Het is gewoon weg. Nou, die vind ik echt niet kunnen hoor. Waar is potverdorie in mijn wol gebleven? Ik had er echt superveel van gemaakt. Of nog niet? Oh, laat me zitten. Ik had het nog helemaal niet gemaakt. Nou, echt. Niet zo slim, Jasper. Echt niet slim. Hoe maken we? Ik wil eigenlijk nou een octopus voor dat zwarte kleurstof. Want dan kan ik dat zeg maar straks voor mijn hond, die halsband. Die heeft nu een gele en dat vind ik heel mooi. Nou, wolf teruggevonden. Oh, wacht. Nou, opstaan voor... Bijna vergeten. Voor een koekje. Een koekje voor het slapen gaan. Nou, herstelt ook heel veel. Ach ja. En dan slapen we. En slapen. En zijn we wakker. Wakker. Ik ben hyper. Heel hyper. Oké. Maar ja.
Dit was wel een beetje mijn land. Oh, wacht. Weet je wat we vandaag gaan doen? Lekker vissen. Lekker vissen in die oceaan. Of iets. Waar is mijn vishengeltje? Daar is mijn vis. Want ik weet niet echt precies hoe je een kat moet temmen. Maar volgens mij moest je gewoon zeg maar een visje vissen met een vishengel. Ik kan jou ook vissen. Oeh, sorry hondje. En ja. Oh, ik heb hem zo. En je kunt dus een visje vissen. Als je een vis gevangen hebt. Dan kun je er volgens mij die aan een ocelot geven. Maar die ocelot die moet dan naar je sluipen. Maar dat is blijkbaar echt super lastig. Waar? Daar is het oceaan. Gaan we zo. Want ik heb hier echt al ocelots gespot. Een stuk of 3. Dus, want ik keek eens een keertje van die uitkijktoren. Vanaf daar. Toren, daar keek ik dus op. Wow. En toen zag ik zo van, hey, een ocelot. En toen was ik er meteen naartoe gerend. Alleen kon ik hem toen niet meer vinden. Maar ja, ik ben nu ook een beetje bezig met de koeien aan het vermoorden. Want je krijgt daar heel lekker vlees door. Zoals je ziet, wat nu aan het eten ben. En ja, we kunnen deze nog even meenemen. Cacaobonen. Daar kun je koekjes van maken. Heel lekker natuurlijk. Oh, zijn we er al? Oké. Ik zag het helemaal niet. Lek. Het is gewoon een lekstoornis. Wow, geworden. Nou, eens kijken of we gaan. Weet je wat? Doe gewoon weer lekker rek. Heel hoog vissen. Alleen weet ik eigenlijk niet waar de ocelot is. Want die zie ik hier meestal wel een beetje rondhangen. Maar die zie ik deze keer niet. Visje, vissen. Vissen in de zee. Wie durft er mee? Oh. Oeps. En dan wachten we. En wachten we. En wachten we. En wachten we. Totdat we het opgeven. Ja, ik denk niet. Oh ja, er was hier een dessert. Oh, kijk. Als je heel goed kijkt, zie je een ocelot. Een ocelot. Een ocelot, jongens. Het is wel echt fijn dat we hier zijn. Oh, hij viel. Ach, arme ocelot. Heel weinig medelijden. Oeh. Nou, net te laat. Wel even wat ietsje de duizel in gooien. Wow. We kunnen straks ook nog misschien naar die woestijn toe, maar. Huh? Ik hoor een kip doodgaan. Oh ja. Jongen, wat duurt dit echt lang, hè? Lang duurt dit. Nou, kom op. Net wanneer ik nooit kijk, hè? Echt. Man, wat oneerlijk. Nou, kijk, daar is die ocelot. Daar zo. Ik wees met mijn vinger, maar ik kon hele natuurlijk niet zien. Dus dat was niet zo'n slimme actie. Ja, heel goed gemikt. Ja, ik had hem. Zo. Waar is hij nou? Ik had hem. Zagen jullie het? Oké. Okay. We gaan gewoon even een klei pakken. Misschien voor... komt hij later nog van pas of zo. Ik kan een flauwpot mee maken. Dat is wel leuk. En mooi. Oh, dit is verkeerd. Hier zit ook nog heel veel. Oh, snel boven water. Zo. Nou, zo zal het toch goed zijn. Uh,
Je moet hier eigenlijk echt niet te lang blijven, want ik was hier ook weer bijna de weg kwijtgeraakt waar ik terug moest. Tja, het lijkt hier zoveel op elkaar. Een inktvis, een inktvis. Ik zeg het maar gewoon. Een inktvis. Oh, ja. Nou, ik vind het. Die gaat altijd heel langzaam dood. Een inktvis. Mooi. Dan kunnen we onze hond een mooi kleurtje geven. Oftewel, zwart. Dan zullen we teruggaan naar ons huisje. Dan, hier, daar ben ik ook al eens geweest. Dus ik dacht van, woe, dit ziet er echt vet uit. Dat was het ook zeker, maar... Ja. Dus ja. Even kijken, welke kant precies? Deze kant als het goed is. Oh, kijk. Woe. Zo, dat was wel een goede sprong. Sprong van de dag. Zo. En zo. Wow. Huh, met de wietplantage gaat het goed. Even een hokje leegmaken. Wow. Doen we gewoon zo. Huh. Ik wil de zaadjes hier hebben. Potverdorie. Dan, wat is nog meer? Deze. Zo, dan hebben we die geplant. Ja, geoogst. Oh, lerkstoornis. Nou, dan hebben we ook nog plek over. Nee, waarom zou je? Hier heb je nog een beetje plek. Ja. Oké. Nou, dat hebben we dan. Hopelijk kunnen we mijn hond dat kleurtje geven. Hopelijk. Niet deze hond. Kunnen we hem doen? Oeh, zo spannend. Oh. Halsband verven. Oh, wat een mooi kleurtje. Nou, niet echt. Kan mooier verwachten. Ik zou eigenlijk wel blauw gehad hebben. Hij loopt snel weg. Doei, my lover. Zo zit hij dicht. Nou, vonden jullie deze video nou leuk? Geef dan een like. Wow. Een like. En abonneer. Doei.